Wat doe ik hier zo? Ik ben me nu een beetje aan het vervelen. Want ik heb niks te doen. Ik heb even geen opties om iets te doen. Maar ik ga morgen ga ik wel iets heel leuks doen. Want ik ga in de avond met Rick een parade filmen. Dus dat vind ik wel tof. En wat voor parade is dat? Een sprookjesparade. Sprookjesparade, ja. Waar je naartoe moest. Ja. Waar ik helemaal geen tijd voor heb. Nee, precies. Nee. Ja, dat dacht ik. Maar ik doe heel weinig op een vrijdagavond. Dus ik denk, nou, dat is mooi meegenomen toch? Dan ga ik eventjes gewoon daar even heen. Wat heb je net gemonteerd daarvoor? Wat was je laatste montage? Mijn laatste montage, die ben ik nu op YouTube aan het zetten, zoals je kan zien. Het is, ik ben toen met Raymond naar de Euromast geweest. Een van de feest was daar, dat heet Winter Wonderland, voor kleine kinderen. Oh. En die heb ik vandaag gemonteerd. En die komt ook vandaag in de uitzending. En ik ben... Welke uitzending? Pietje Bel? Pietje Bel. Of nee, wacht even. Dat is volgens mij niet Pietje Bel. Nee, dat is Delfshaven komt hij. Ja. Sinjak Delfshaven. Ja, ik kom met Sinjak Delfshaven. Dat is maandag toch? Ja. Oké. Okay. Dus... Was het leuk om te monteren? Ja, dat was zeker leuk. Zeker leuk. Ik bedoel, ik ben nog nooit in de Euromast geweest, dus het was... Nooit? Nog nee, nooit? Nee, nee, nee. Oh, mag ik iets vragen? Ben je ook nog in geweest? Ja, ja, ben ik ook in geweest. Hoe vond jij dat? Ja, Raymond die zat echt te shaken als wat, want ik vond het helemaal niks. Maar ik heb echt heel erg anti-hoogtevrees, dus ik was totaal niet... Okay. Ja, ik ben er ook pas geweest, maar ik was de week ervoor in de Python gegaan. Maar ik ga liever in de Python dan in dat ding van de Euromast. Want hij kraakt heel erg, want ik heb helemaal geen hoogtevrees, maar wel een beetje... claustrofobische neiging, dan ga je toch niet uitzenden. Dus ik dacht, op een gegeven moment blijft dat ding boven. Ik denk, nou mag hij wel weer naar beneden, weet je wel. Ja, ja, ja. Nee, precies. Maar ik ben... toen ik daar ook in zat, ja, ik vond het eigenlijk helemaal niet eng. Maar ik keek toen even opzij en ik zag Raymond helemaal... Hij zat helemaal als een kat vastgenageld aan het bankje. Dat, Ja, volgens mij best wel vaak in dat ding. Hij was voor de eerste keer in de Euromast geweest. Ja, voor de eerste keer. Dat was echt heel leuk. Dat was een heel leuke ervaring althans. Ja, 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 ja. Heel Rotterdam zie je gewoon. Het is, Hoe ver kan je kijken als je boven de Euromast bent? Hoe ver kan je kijken ongeveer? Ik heb geen idee. Echt niet. Want ik kan heel moeilijk afstanden inschatten. En Rotterdam ken ik niet zo heel erg goed. Dus ik zou niet weten hoeveel meer ik nog zou moeten zien voor Rotterdam als ik daarin zou zitten. Ah, oké. Okay. Ja. Maar je bent wel eens een keer in het hoogste gebouw van Rotterdam geweest of niet, toch? De rest van de Euromast. Welk gebouw is dat? Nou, het hoogste gebouw. Volgens mij staat hij in het centrum. Ik weet niet welke precies dat het is, maar... Nou, ik ben er waarschijnlijk niet in geweest. Want Euromast was echt gewoon het hoogste waar ik in ben geweest binnen Rotterdam. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dat zag je allemaal toen je daar op een gegeven moment binnen zat. En neem aan dat je in die lift zat, toch? Ja. Ja, je zag ongelooflijk veel. Je zag echt ontiegelijk veel gebouwen, huizen achter elkaar. En je zag heel mooi van bovenaf de Erasmusbrug. Oh, mooi. Ja, 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 was heel mooi. En wat zag je nog meer? Ik weet het niet. Het is voornamelijk gewoon hele grote gebouwen en heel veel kleine rijtjeshuizen. En, Het was heel erg mooi. Dat is een hele, hele leuke ervaring. Zeker om dat een keertje mee te maken terwijl je een item zit te filmen, weet je wel. Dat is, voor de rest, ik heb zelf gefilmd bij Winter Wonderland feest. Okay. Dat was ook heel erg leuk. Ik bedoel, ik ben zelf heel erg tevreden over de eindmontage van mijn filmpje. Zeker omdat ik het ook zo heb gefilmd. En ik heb zelf ook nog, dat zei Vee nog tegen mij vandaag, dat ik dat er een shot tussen zat van de Erasmusbrug. En die kan ik zelf ook nog heel goed gebruiken in een andere, in iets wat ik voor school aan het maken ben. Grafisch Lyceum? Ja, wat ik op een Grafisch Lyceum aan het maken ben, op project. Okay. Dat is een hele mooie zoom van de Erasmusbrug. En die kan ik inderdaad heel goed gebruiken voor dat project. Oké, okay. Maar jij wilt er ook verder in of zo, montage. Je wil echt bij een originele omroep werken en ja, laat ik het zo zeggen. Ik vind het, ik bedoel, het is dat ik aangeboden kreeg om morgen later hier naartoe te komen. Ik bedoel, dat uitslapen weiger ik nooit af. Ja. En, maar ik bedoel sowieso, dat ik aangeboden kreeg om morgen nou in de avond naar die parade toe te komen. Nou, dat is geheel optioneel. Mm-hmm. Maar ik vind het sowieso geweldig om daar gewoon aanwezig bij te zijn. Want ik vind het gewoon leuk om dat te doen. Weet je wel? Om gewoon te filmen en te
te monteren en aanwezig te zijn bij op de set. En weet je wel, dat, dat vind ik echt gewoon tof. Dat, ik weet wel heel erg zeker dat ik later hier ontiegelijker mijn best in ga doen om hier een baan in te vinden. Oké, maar bij die baan die je wil hebben, is dat een omroep of is het een... Wat moet ik bij je voorstellen? Nou ja, als ik echt mijn ultieme droombaan zou kunnen krijgen binnen dit, dan zou ik trailers willen monteren voor films. Of misschien een soort van promotiefilmpjes voorspellen. Ik weet het niet, gewoon kleine korte filmpjes die spectaculair zijn. En mensen moeten overhalen om iets te kopen of zo, of ergens naartoe te gaan. Oké. Want ja, ik ben er wel zeker wel achter gekomen nu dat ik hier zo bij Cineac zit, dat ook al ga ik wel zeker mijn best ervoor doen, dat het maken van lange nieuwsitems lastiger is voor mij dan kleine spectaculaire filmpjes. Oké. Ja. Je zou niet bijvoorbeeld voor een omroep willen werken, voor iets groter? Nou, ja, tuurlijk wel. Want ik bedoel, daar doe ik alleen maar ervaring van op. Dus als het is leuk om die trailers te kunnen maken en zo. En ja, het is de droombaan die ik zou willen. Maar als ik bij een omroep zou kunnen werken, dan zou ik dat net zo goed doen. Want ik bedoel, lekker veel. Ja, daar zou ik gewoon ervaring op willen doen. Ik zou gewoon... weet je wel, je kan altijd nieuwe dingen leren, denk ik, binnen dit vak. Dat is zeker. Tot wanneer moet jij stage lopen hier bij Cineac? Ik loop stage tot en met februari hier zo. En ja, weet je, ik bedoel, ik zou na februari zou ik zelfs willen proberen, maar dat weet ik nog niet zeker. Daar heb ik nog helemaal niks over gehad. Dit is ook het eerste waar ik het nu tegen zeg. Maar ik zou na februari nog wel super geweldig vinden als ik misschien me zou kunnen aanmelden als vrijwilliger hier zo of zo. Nou, dat moet je zeker doen. Ja, ja. Zeker. Dat, en dat doe ik met samen met Veen zo. Ja. En de andere stage mensen die op dit moment zijn. Ja. Nou, ik wens jou veel succes in de toekomst. Ja, dankjewel man. Ik ben er toch een keer als collega zijn, hè? Dankjewel. En jij andere collega's ook hier zo. Ja, precies. Nee, je bent ook een toffe gozer hoor. Oké, dankjewel hè. Ja. Oké, doei. Hey, hoi. Hoi. Goedenavond dames en heren, ik ben Milan Geveer van Cineac TV Rotterdam en we zijn hier nu aanwezig bij Digital Dreams, een videofestival op Fuck, ik keek niet in de camera, of wel? Ik keek niet in de camera, kut.